Ik kom net bij een klant vandaan. Mijn gesprek is goed gegaan en ik zet nu mijn toestel, welke op niet storen stond, oftewel ik was niet bereikbaar op mijn mobiel, maar ook niet op mijn vaste telefoon, op mijn anywhere nummer, zet ik nu uit, oftewel ik ben weer bereikbaar. En ik ga even kijken of ik voicemail heb. Ik bel mijn voicemail en de applicatie zorgt ervoor, de HIPAA applicatie, dat ik opgebeld word, dat mijn voicemail eigenlijk mij belt. Ik luister even en ik zie van oké, ik heb twee nieuwe berichten. En Ramon, die heeft mij gebeld. Ik kies mijn gesprekkenlijst vanuit de HIPAA-applicatie, bel via mijn bedrijfscentrale en op dat moment belt het systeem mij op. En Ramon ziet mijn vaste nummer, dus die weet direct van oké, het is Frank die mij belt. Maar ook de receptie ziet dat ik dus op dit moment in gesprek ben met mijn mobiel. Gestuurd, zag ik. Ik ga het gesprek nu even overnemen. Dus ik druk sterretje 11. En op dat moment heb ik dus het gesprek overgenomen op video. Het gesprek op mijn mobiel wordt automatisch verbroken. En ik ben in staat om nu gewoon verder te werken.